We zijn in Tsjechië, waar de 14e Grand Prix van het seizoen in de MX2 en natuurlijk ook in de MX1 van start zou gaan. En het zou dé wedstrijd moeten worden voor Jeffrey Herlings, terwijl we kijken naar Glenn Coldenhove, die het helemaal niet zo slecht deed tijdens de kwalificatie. En natuurlijk ook een week daarvoor, of enige tijd daarvoor, in Duitsland zijn allereerste podium pakte in de Grand Prix. Maar vanaf pole position voor de 7e keer alweer dit seizoen was het Jeffrey Herlings, de grote man van het kampioenschap, die hier in Tsjechië de wereldtitel veilig zou kunnen stellen. Al een redelijk goede start zat voor Tonkov, hier Lupino, daar zien we dan ook Boutron, Charlier komt daarbij, Elliot Banks-Brown. En dan is het wachten op Glenn Coldenhove, die niet goed weg was gekomen en die hebben we dan hier in beeld. Jammer voor Coldenhove, die op zich op dit circuit, waarvan hij zelf zei, het was niet zijn favoriete baan, het toch gewoon goed deed tijdens de kwalificatie. Maar in deze eerste race viel het allemaal wat tegen. Zou hij uiteindelijk de 6e plaats pakken? Maar alle ogen waren natuurlijk gericht op deze man, op Jeffrey Herlings. De wereldkampioen, 13 Grand Prix achter elkaar gewonnen tot nu toe. Alle 13 die verreden waren. En dat was al een record. Tonkov, hij deed het ook heel erg goed. Kwam al een keertje net iets te kort voor een podiumplaats in de Grand Prix. In de daguitslag. Hij pakte ook al eerdere keer dit seizoen de pole in Italië. Hier Glenn Coldenhove, die het dus bepaald niet makkelijk had in die eerste manche. 6e plaats voor hem. En Jeffrey Herlings was oppermachtig. Op weg inderdaad richting zijn tweede wereldtitel. Tonkov deed het erg goed op de Honda. Hier Alessandro Lupino. Die we ook eindelijk weer eens lekker voorin zagen. En voor Coldenhove, zoals gezegd, een moeilijke wedstrijd. Herlings, 29 Grand Prix overwinningen tot nu toe. Is daarmee al de meest succesvolle Nederlander. Als we het hebben over twee wielers natuurlijk. In de cross. En wist hij nog niet eerder een Grand Prix te winnen op dit circuit. De afgelopen jaren telkens afgetroefd door Ken Roczen en Marvin Musquin. Mooi duel tussen Tonkov en Lupino. En hier Glenn Coldenhove. En de winst in de eerste manche was dus voor Jeffrey Herlings. Weer een manche overwinning. En bij het KTM-team is de rust dan ook zeer duidelijk en zeer goed merkbaar. Want het zag er allemaal heel erg goed uit. Als hij hier de tweede manche zou winnen, hij mocht zelfs nog 9 punten verliezen op zijn teamgenoot Jody Tixier, dan was de tweede wereldtitel voor Herlings een feit. Maar de start van die tweede manche, die was niet briljant. Wel een hele goede start voor deze José Boutron, die niet aan de finish kwam in de eerste manche. Zat daar voor Charlier en hier hebben we dan pas Jeffrey Herlings. Achter Tonkov. Niet zo heel lang zal hij achter de Rus zitten. De Rus trouwens die volgend jaar voor het team van Jackie Martin zal rijden op een Husqvarna. Het werd na de Grand Prix, een week na de Grand Prix bekend. En die matige start van Herlings maakte deze tweede manche in Loket toch wel interessant. Boutron, zoals gezegd, niet gefinished in de eerste manche vanwege pech. Valpartij ook voor de Spanjaard. Charlier zit daar kort achter. Charlier die dit jaar natuurlijk ook al een keer een manche wist te winnen in Zweden. En hij voert de druk op de leider José Boutron. Herlings heeft dan al veel terrein goed gemaakt. Oh, goede 4e plaats voor Glenn Coldenhove, die er in deze tweede manche beter bij zat dan in de eerste heat. Tonkov daarachter. En dan is het al gebeurd. Dan hebben we weer Jeffrey Herlings aan de leiding voor Charlier. Derde man is dan Boutron. En de 4e plaats dus voor Glenn Coldenhove. Maar helaas, voor Coldenhove zou het niet mogen, want hij zou uitvallen met een kapotte machine. Weer een overwinning voor Jeffrey Herlings. En de tweede wereldtitel hier dus in Loket is een feit. De jongste wereldkampioen ooit met 2 wereldtitels achter zijn naam voor zijn 19e jaar. Super, heel fijn dat er zoveel Nederlandse fans waren. Zonder hen stond hier ook maar redelijk alleen. Maar ja, prachtig. Het hele weekend veruit sterkste geweest. 2 manches gewonnen vandaag weer. Een goede voorsprong. En dat was gewoon super. Dus
Minder emotioneel als de eerste keer, maar niet te min. Super. Fantastische prestatie natuurlijk van Herlings, die al heeft aangegeven dat hij de volgende Grand Prix ook graag wil winnen. We blijven dan in Tsjechië. We zagen eventjes Twan van Dijk. We zien hier Lars van Berkel. En dit is Gerrit van Duren. We staan hier bij de Honda CRF 250R 2014 model. En dat is niet voor niets. Honda heeft voor 2014 enorm veel wijzigingen doorgevoerd. Inmiddels zijn we alweer aanbeland bij de zesde generatie van het aluminium frame. En de voornaamste wijziging die het frame heeft meegekregen, dat is dat de voorste aluminium buis, de hoofdbuis die naar beneden gaat, lager in het balhoofd is gemonteerd. Dit moet de stabiliteit met het insturen van bochten enorm verbeteren. Daarnaast is het achterframe korter geworden, lichter geworden en is het uitlaatsysteem voorzien van twee dempers. En de uitlaatdempers zijn zo dicht mogelijk naar het centrum van de motor gebracht. Dit allemaal heeft te maken met massacentralisatie. Honda past de motor aan de huidige generatie crosses, die veel meer scrubben, veel meer de motor dwars leggen en dat soort zaken. Dus veel gewicht centraal op de motor en zo laag mogelijk. Dat is heel erg belangrijk. Honda heeft een heel uniek injectiesysteem. Alleen Honda gebruikt dit. Dat is namelijk, ze geven twee injectiepulsen per viertaktomwenteling. Op het moment dat de inlaatkleppen nog gesloten zijn, krijg je één puls. Dus er komt al een kleine mengselverbetering. En kort voordat de inlaatkleppen geopend worden, komt er een tweede puls. Door één injector. Dus ze geven twee pulsen in één viertaktomwenteling. Dat is uniek voor Honda. Geen enkel ander merk heeft dat. Uitleg dus van Gerrit van Duren over de nieuwe CR 2,5 voor 2014, de Honda dus. En we kijken dan naar Lars van Berkel, die ook hier mocht testen. Van Berkel die op dit moment 13e staat in het ONK, in de MX2-klasse. En een dag hiervoor, een dag voor de test, pakte hij nog een paar punten in het EK MX2 in Loket. Was niet helemaal tevreden mee, maar zal toch ook blij zijn dat hij een wildcard krijgt. Heeft gekregen voor de Grand Prix van Lierop. Hij won in juli nog een manche in de ADAC Youngsters Cup. En de 19-jarige Brabander uit Veghel rijdt dus ook in het Nederlands kampioenschap voor het Nesta Jumbo RT Honda Team. Een van de Nederlandse testers dus, samen met Twan van Dijk en Gerrit van Duren. En natuurlijk wilden we ook van Lars van Berkel horen wat hij van de 2014 Honda vond. Ook in vergelijking natuurlijk met de fiets waarmee hij rijdt in het Nederlands kampioenschap. Ik heb een paar keer op de Honda 2013 standaard gereden voordat die klaargemaakt wordt. En dan is hij gewoon iets minder. En 2014 is gewoon sterker. Gewoon uit de, wanneer je begint vanaf de krat, zeg maar, dan is hij gewoon al veel beter en hij is ook heel veel makkelijker in handen. Ik vind hem makkelijker sturen, maar ik denk dat als je hem met vering nog verandert, dat hij ook nog beter kan worden. Maar het is gewoon een goede motor vanuit de krat al, zeg maar. Ja, als we in Holland aan het rijden zijn, dan is je achter altijd natuurlijk wel lager, omdat je knippen hebt en dan is de setup gewoon wat anders. Ik denk dat het gewoon met deze motor ook helemaal perfect te maken is, dus gewoon een goede motor is het. En dan kijken we naar Jean-Michel Beel, een absolute legende natuurlijk in de cross. Tweevoudig wereldkampioen. En ook hij was hier te gast. Jean-Michel Beel won in 1988 de 125cc wereldtitel. In de 125cc was hij de opvolger van John van den Berg. Het jaar daarna, in 1999, pakte hij de titel in de 250cc. En maakte toen de overstap naar Amerika. Hij was een van de weinige Europeanen die erin slaagde om de Amerikanen in hun eigen huis te verslaan in de 250 en in de 500cc klasse. En pakte ook de Supercross wereldtitel. Daarna maakte hij de overstap naar het asfalt in de 250cc en in de 500cc. Pakte bovendien nog 3 pole positions. Eentje in de 2,5 en 1 in de 5, 2 in de 500cc. En hij maakte zijn wegrace debuut in 1992. Zijn beste jaar in de 500cc was in 1996. Spoor is a little bit better than last year. But you know, it's Honda. It's a good bike. Very, very fun to ride and I enjoy it. En Bill, die dus vertelde dat hij nog steeds dat oude Honda gevoel heeft. Voelde goed, zei hij. En
Het was mooi om de oud-wereldkampioen eens aan het werk te zien. Hier zien we Twan van Dijk aan het werk. En Gerrit van Duren vertelt dan meer over de Honda. Honda heeft meer vermogen uit het blokje weten te toveren. Dat heeft wel als consequentie dat ook alle onderdelen die erachter zitten, die de transmissie moeten overbrengen, onder andere de versnellingsbak, zwaarder is uitgevoerd. Daardoor is die ook iets breder geworden. Het blok is ongeveer 3,5 mm breder geworden, dus het tandwiel staat ook iets verder. Dus denk nou niet dat je met je 2013 model het achterwiel kan gebruiken voor het 2014 model. Die vlieger gaat niet op. Dus koop je in 2014, moet je er ook een ander wieltje bij nemen, als je tenminste een reservewiel hebt. De koeling is ook veranderd, de flow is veranderd, de koelers zijn wat compacter geworden, iets lager geplaatst. En dat heeft ook te maken weer met die massacentralisatie die ze zo belangrijk vinden om die motor heel veel handling, makkelijke handling mee te geven. Vooral bij sprongen met scrubben en dat soort zaken die de huidige rijders vooral vaak beoefenen. En hier zien we dan nogmaals Gerrit van Duren aan het werk. De laatste wereldtitel voor Honda in de lichtste klasse, die ligt al heel ver achter ons. In 1995 werd Alessandro Puzzar wereldkampioen in de 125cc, maar nog nooit lukte het in de MX2-klasse. De kenners onder ons weten allemaal dat Honda al een keer eerder twee uitlaatdempers hebben gehad. Dat was namelijk in 2006. Zijn ze daarna helaas weer van afgestapt, maar nu in navolging van de 450 hebben ze toch weer twee uitlaatdempers geplaatst. Alleen het systeem is wel aangepast. Er zit hier een soort van T-kruising. En in die T-kruising zit een splitter. Die splitter die hebben ze veranderd, waardoor de stroming van de gassen in elke demper gelijk is. In tegenstelling tot de 450 heeft de 250 ook exact gelijke diameter van de uitlaatgaten in de dempers. Honda houdt met de CRF 250 erg vast aan het Unicam systeem, ondanks dat ze het blok grondig onder handen hebben genomen. Navraag bij de techneuten die hier ook aanwezig zijn, leert ons dat ze dat simpelweg doen omdat je met één nokkenas minder draaiende delen hebt, minder kans op schade, dus eigenlijk gewoon meer betrouwbaarheid genereert.